Dit is de hands-on review van de GigaBlue HD 800 Solo. Een low-budget Enigma 2 receiver met Broadcom chipset en een enkele tuner. In de verpakking treffen we een gebruiksaanwijzing aan die vreemd genoeg een heel andere software omschrijft als waar de receiver standaard mee geleverd wordt. Standaard staat er namelijk een Enigma 2 variant van Team Red op. De gebruiksaanwijzing heeft zo weinig toegevoegde waarde. De afstandsbediening ziet er prima uit en ligt goed in de hand. De knoppen zijn over het algemeen logisch gepositioneerd. Vooral de knopjes aan de bovenzijde, net onder de rode toets, maar ook de vier kleurtoetsen, zijn wel erg klein, waardoor ze wat lastig te bedienen zijn. Verder in de doos de batterijen voor de afstandsbediening, het netvoedingssnoer en de externe 4 ampère netvoeding. Aan de voorzijde de standby toets en een stel pijltoetsen, het eenvoudige numerieke display en een klepje. Achter het klepje een menu, OK en exit toets, een kaartlezer en een enkelvoudig CI-slot. De behuizing is verder stevig en goed afgewerkt, al oogt het frontje wel wat goedkoop. Aan de achterzijde een LNB-ingang met doorlusmogelijkheid, analoge audio-uitgang, composiet video, component video, SCART, HDMI, een 10 tot 100 megabit ethernet aansluiting, eenmaal USB 2.0, de optische digitale audio-uitgang en het aansluitpunt voor de netvoedingsadapter. Tot slot krijgt u in deze video een impressie van de Team Red Enigma 2 variant. Wij danken linuxontvangers.nl en de fabrikant voor het beschikbaar stellen van deze HD 800 Solo. Alles in orde is. Jij dacht, ik trek mijn televisie-t-shirt aan, wat een... About two spoonfuls of lime juice. I'd say it's about one lime. Right. So I want heat, and I want sour, and I want salty. And I need a bit of sweet as well, so... Alsnog in rekening te brengen. Door aan een paar van die prijzen wat te sleutelen. Maar dat is achteraf. Maar als wij met andere prijzen, andere fees naar Europa toe waren gekomen, weet ik niet hoe het oordeel van Europa dan zou zijn uitgevallen. Dit lijkt mij toch een hele bijzondere, want volgens mij, als u de fees in eerste instantie zodanig had uitgepakt dat netto contanten de deal 1,3 miljoen duurder voor ING en dus gunstiger voor de staat was geweest, had u wellicht de hele discussie met de Europese Commissie juist niet gehad op dat punt. Ja, dat is juist, maar dan zouden de kaststromen zouden anders zijn geweest dan nu. En daar zou naar gekeken worden. Maar ik geef meteen aan u toe. Of dat zo zou zijn geweest, weet ik niet. Ik bedenk nu ook iets waarvan ik niet weet hoe dat in de praktijk daar gevallen zou zijn. Wat ik me herinner van die tijd toen, was dat ons vermogen om wat we niet voor elkaar kregen in termen van de waardering van de portefeuille te corrigeren door de fees te verhogen of te verlagen, dat stuiten, zo herinner ik me niet anders, dat stuiten op de grenzen van wat realistisch zou kunnen zijn in de ogen van de commissie. Of die het zo klopt. Echt ongelooflijk, waar moet ik nou weer naar komen kijken? Verstopt het chinchilla? Nee. 20 opgegeten roze koeken? Wat? Wat is het voor een iedereen wil het proeven. Waarom krijgt Wouter altijd alle leuke klusjes? Ik zit hier maar met die stomme chinchilla. Ja, waarom krijgt hij altijd die leuke klusjes? Terwijl ik me misselijk zit te eten aan die roze koeken. Hé, hey, Wouter, je hebt er wel gezegd dat het mijn idee was, hè? Hallo, ik ben Ben Kokkelman, baas van het Klokhuis. Het is inderdaad een geweldig apparaat. En ik zal jullie eens precies vertellen hoe ik Wouter op het idee heb gebracht. Nou, eigenlijk kwam het door mij, want ik kwam kletsnat van de regen binnen. En zo is Wouter op het idee gekomen, toch Wouter? Hallo, met Wouter. Ja, van Wouters Wereldwater. Met wie? Hey, chickies! Ja, ik ben Timo, allerbeste vriend van Wouter en wij delen alles. En ik bedoel echt... Toch, Woutje? Nou, goed. Tot zo dan, hè. Voor meer informatie kijk je op zatvooral.com.